Alrighty, hier zijn we weer met een nieuwe vlog. De Q&A part 2. Zoals jullie konden zien in de vorige vlog, heb ik al een heel deel van jullie Q&A vragen beantwoord. Maar omdat het er zoveel waren, heb ik besloten om er nog een paar te beantwoorden. Want ja, ik wil jullie wel allemaal een kans geven zodat jullie vraag beantwoord wordt. Dus let's get into it. Als eerste, zat je altijd al met Céline op school? Nee, Céline en ik hebben nooit samen op school gezeten. Ik zat in Diest op school en daarna in Genk. En Céline heeft even in Leopoldsburg gezeten en daarna in Beringen. Dus we hebben nooit samen op school gezeten. We kennen elkaar van bij de scouts. Ik was 10 toen ik bij de scouts ging en Céline zat al bij de scouts. En eigenlijk van dag 1 klikte dat. En sindsdien hebben we elkaar nooit meer losgelaten. Voor welke goede doelen zou je je willen inzetten? Ik denk de goede doelen zo voor jongeren met psychische problemen. Vond ik heel belangrijk. Zoiets zou ik wel zien zitten om daar iets voor te doen. Ik vind bijvoorbeeld Rode Neuzendag een heel leuk initiatief. Omdat ik zelf best hard heb gesukkeld als ik jong was met psychische problemen. Vooral gewoon met mijn angststoornis dan. Maar ik ging daardoor echt niet meer naar school. Ik wou bijna niet meer buiten komen op een gegeven moment. En ik heb best wel diep gezeten. Ik heb daar wel ik heb daar wel een oplossing voor gezocht voor mijn probleem. En ben met iemand daarover gaan praten. Maar ik sukkel er nog altijd mee. Maar ik kan er wel al beter mee om. Maar als ik tiener was, vond ik dat echt het ergste in de wereld. En mijn leven, dat verging gewoon voor mij, omdat ik gewoon niks meer wou doen of kon doen, omdat ik altijd dacht dat ik ging overgeven en zo. En ja, ik denk dat er wel genoeg jongeren zijn met psychische problemen, al is het borderline of zelfmoord en al die toestanden. Dus voor zoiets zou ik mij nog wel heel graag willen inzetten. Heb je al Marvel films gezien? En wat is uw all-time favorite movie? Ik heb nog nooit een Marvel film gezien. Sorry. Nee, dat zegt me ook niet echt iets, de Marvel films. Maar ja. En mijn all-time favorite movie is Le Fabuleux Destin de Amélie Poulain. Dat is een film van Amélie Poulain. Dat is wel een van mijn favorieten. En Gone Girl vond ik ook wel echt een goeie. Wat heeft ervoor gezorgd dat je ervoor gekozen hebt om te vloggen en influencer te worden? Ik heb er niet voor gekozen om influencer te worden. Daar ben ik eigenlijk echt gewoon ingerold. Ik was gewoon bezig met foto's posten. Echt puur als hobby op Instagram. Totdat een theebedrijf mij ineens aanbood om te betalen voor posts. En toen dacht ik, huh? En toen ben ik daar gewoon meer over na gaan denken en gaan zien dat dat inderdaad wel een job kan zijn. En vloggen, daar ben ik denk 3 jaar geleden of zo mee begonnen. Ik weet niet meer juist. Maar daar ben ik eigenlijk mee begonnen omdat ik meer wou delen. Instagram is en blijft redelijk oppervlakkig. Je hebt natuurlijk wel de Insta-stories waar je meer kunt delen. Maar daar gaat je natuurlijk niet je hele levensverhaal vertellen of je hele dag laten zien. Dus daarom vond ik het vloggen wel een leuk idee om meer te kunnen delen. En ook iets meer mijn creativiteit in kwijt te kunnen. Wat heb je in het middelbaar gestudeerd? Ik heb eerst ASO gewoon gedaan, dan STW. En dan heb ik AVV gedaan, audiovisuele vorming, dus dat is fotografie en video. Hoe zou jij jouw interieurstijl beschrijven? Oei, geen idee eigenlijk. Ik sta altijd zo'n beetje boho Ibiza stijl. Ik weet niet of dat geslaagd is, maar zo noemde ik het. Maar het is een beetje, ja, een mix of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb gewoon gedaan wat ik mooi vond. En wat ik leuk vond en waar ik me goed bij voel.
En ik moet zeggen, mijn appartement voelt echt als een thuis aan. Ik woon hier echt graag. Heeft social media een grote invloed op je leven? Negatief en positief? Ja, natuurlijk. Want social media is voor het grootste deel mijn job. Naast de webshops die ik run samen met Celine. Dus ja, social media is een van de belangrijkste dingen denk ik in mijn leven. Omdat het echt mijn job is. En het is niet zomaar een job, maar het is wel echt 24 uur op 7. Voor mij is social media zeer positief omdat ik er mijn werk van heb kunnen maken. Omdat ik mijn creativiteit erin kan loslaten. En ook omdat ik gewoon zo'n toffe community heb kunnen opbouwen. En ik heb vaak het gevoel dat ik heel veel vrienden heb. Jullie dus. En dat vind ik echt een fijn gevoel. Veel wat ik doe is natuurlijk voor mezelf. Ik film dingen die ik leuk vind. Ik zou nooit iets tegen mijn goesting doen. Maar het is ook voor een groot deel voor jullie. En dat vind ik gewoon heel fijn. Ik ben daar ook gewoon heel dankbaar voor. En wat ik ook positief vind is dat ik best wel wat vrienden heb gemaakt via social media. Bevriend ben met aantal influencers, maar ook gewoon mensen die ik via social media ken en echt wel fijne mensen heb leren kennen via die weg. Dus dat is allemaal wel positief. Ik haal er ook best wel veel motivatie uit, zoals voor het sporten of ideetjes voor foto's of video's en gewoon creatieve dingen. Dus dat vind ik ook heel fijn. En dan negatief vind ik. Natuurlijk krijg je op social media vaak ook wel met haat te maken. Want er zijn mensen die altijd achter een computer of een gsm hun mond durven opentrekken. Meer als in het echt. Dat vind ik soms spijtig. Want ik denk altijd als je niks positief te zeggen hebt, zwijg dan. Of kijk dan niet naar de foto of kijk dan niet naar de video. En ga iets anders kijken. Want waarom zijt je tijd aan het verdoen aan iets wat je niet wilt zien? Of waar je toch alleen maar negatieve commentaar op hebt? Laat het gewoon zijn. Als ik iemand op YouTube niet graag bezig zie. Of die vlogs echt niet leuk vind. Of de Instagram echt niet tof vind. Ja, dan ga ik dat toch gewoon ontvolgen en niet kijken. Maar dat is misschien te gemakkelijk, ik weet het niet. Maar dat vind ik wel iets negatief. Zeker ook weet ik dat er veel jonge meisjes op Instagram en YouTube en zo zitten. En ik zou het erg vinden als die negatieve uitstralingen tot bij hun komen. En ik vind dat social media dat wel kan beïnvloeden. Ook jonge meisjes met hun lichaam en zo. Elk lichaam is echt wel perfect. Je hoeft geen stek te zijn. En dikke borsten te hebben. En dikke poep te hebben. En een mooi kopje. En ik vind iedereen is mooi. Iedereen is perfect. Iedereen heeft zijn flaws. En ja, dat is gewoon spijtig dat veel jonge meisjes hun vaak optrekken aan een onrealistisch beeld op social media. Want natuurlijk, als ik een foto maak in een bikini of zo, dan ga ik niet zo staan van hier ben ik in, met mijn buik zo of zo. Nee, dan zet je recht, borsten naar voren, schouders naar achter, benen een beetje open dat die wat langer lijken. Allee, dat is iets wat je automatisch wel doet op social media, want je wilt natuurlijk je beste kant laten zien. En dan denk ik soms, jonge meisjes beseffen niet goed genoeg dat in real life dat niet altijd zo is. Want ik loop nooit zo of zo en met mijn been zo naar voren of zo. Ik zit hier ook maar zo en in mijn jogging. Maar dat vind ik dan wel weer het goede aan YouTube. Dat je hier wel kunt tonen hoe het echt is. En dat is ook gewoon fijn omdat ik hier nu in mijn jogging kan zitten, mijn haren omhoog. En gewoon met jullie kan praten. En ik weet ook gewoon dat er niet gejudged wordt. Want ik ben ook maar gewoon een mens. Dus ja, social media heeft gewoon twee kanten. Maar ik probeer eigenlijk gewoon altijd iedereen te volgen die ik echt leuk vind. Ook op YouTube. En
Dan stoort mij eigenlijk niks. Woon ik nu terug alleen? Ja. Allee, ja, nee, ik woon niet alleen. Ik woon met Milky en Buff en mijn twee katten. Eigenlijk. En Kiki, mijn knuffel, is er ook. Wat betekent je naam? Ik zal het dus opzoeken. Ik weet wel dat mijn... Wacht, hè. Betekenis... Thalissa. Ik weet wel dat mijn naam... Mijn ouders hebben dat van Thalissa de Soto. En die speelde in een film... Ik weet alweer niet meer welke film. Maar die speelde alleszins in een film. Oké, wat betekent mijn naam? Oei, cookies, cookies, cookies. Ja, ja, opslaan en afsluiten. Oké. Thalissa is een Afrikaanse naam voor meisjes. De betekenis is nobel, waarheid, thuis. De naam Thalissa wordt het vaakst gegeven aan Nederlandse meisjes. Oké. Dus nobel, waarheid, thuis. That's me, hè? That's my name. Wie zou de eerste move moeten maken? Ik gok in een relatie. De man of de vrouw? Ik denk dat ik nog altijd een beetje stereotyp ben en dan moet zeggen de man. Ook al weet ik dat we vaak zo zeggen van en iedereen gelijk en de man en de vrouw moeten gelijk staan. Maar toch op dat vlak denk ik dan, ik zou liever hebben als ik ergens ben, dat de man mij aanspreekt en naar mij toekomt, dan dat ik er ook moet afgaan. Misschien nog het klassieke patroon, maar ja. Mijn meest favoriete deel van de dag. Ik denk 's avonds in de zetel met mijn katjes knuffelen. Met een theetje en een tv op. Zo net voor het slapen gaan. En ik ga ook heel graag slapen. Dus ook gaan slapen. Ik vind het echt fijn als... Ik ga best vroeg slapen de laatste tijd. Rond 9:45, 10:00. En dan denk ik... Oh ja, ik kan gaan slapen. Oh, ik vind dat zo fijn. Is het leuk om alleen te wonen? Mis je geen gezelschap? Ik heb natuurlijk mijn katjes. Maar dat is anders. Ik moet zeggen, ik heb echt goede dagen. Dat ik denk, oh, maar ik heb ook best wel slechte dagen. Zoals gisteren voelde ik me best alleen. En eenzaam misschien. Omdat gisteren was ik al van, ik denk een... uur of 11 's ochtends thuis. Ik was daarvoor al gaan sporten en naar kantoor gaan met Celine. Dus om 11:00 's ochtends was ik al thuis. En dan heb ik thuis wel de hele dag gewerkt op mijn laptop. Maar dan lijkt de dag zo lang en je kunt gewoon tegen niemand praten. Oké, ik praat wel tegen mijn katten of zoals nu. Praat ik tegen de camera, alleen tegen jullie. Maar dat is anders, want niemand zegt iets terug. Dus ja, ik voel me soms best alleen en soms mis ik wel gezelschap. Maar langs de andere kant vond ik deze tijd alleen ook wel goed. Omdat ik gewoon even alles op een rijtje kan zetten. En kan kijken wat ik echt wil in het leven. Wat ik wil voor mijn toekomst. Ik ben 28 en ja, ik begin er toch wel serieus over te denken. Wil ik kindjes? Wil ik een gezin? Zo'n dingen. Dus misschien ook gewoon de sociale druk van de maatschappij op deze leeftijd of zo. En natuurlijk, ja, mijn beste vriendin heeft een kindje en is getrouwd en leidt eigenlijk een heel ander leven dan mij op dat vlak dan. Dus ja, ik word er best wel veel mee geconfronteerd en ik vind dat heel fijn en ik zie Noah ongelooflijk graag en Nick ook, is ook een van mijn beste vrienden. En dan begint je zelf zo wel te denken van oei oei, ik moet eraan beginnen. Maar dat is gewoon de druk van de maatschappij. Dus dat probeer ik een beetje langs me neer te leggen en gewoon te kijken wat ik echt wil in het leven. Maar I'm working on it, hè. For myself, by myself. Of nee, hoe zeg je dat? By myself, for myself of zo. Nee. Waarom zet jullie juwelenmerk niet op de website van Totally Too? Waarom een andere naam? Omdat Totally Too vooral op kleding gericht is, wouden wij graag High Hearted apart doen, ook echt onder een andere noemer. Omdat we toch meer een high quality juwelen webshop ervan wouden maken. Dat ze de twee brands eigenlijk van elkaar af
zien. Dat je langs de ene kant Totally Too hebt, de kleding. Langs de andere kant High Hearted met juwelen. Dus mensen die op zoek zijn naar enkel juwelen kunnen daar terechtkomen. En mensen die kleding zoeken kunnen naar Totally Too. Ben je soms onzeker over iets? Ja, zeker. Natuurlijk. Ik ben ook maar gewoon een mens en ik voel me ook vaak onzeker. Momenteel voel ik me heel onzeker over mijn huid. Natuurlijk, ik heb schmink op. Maar ik heb hier nog altijd zo van die brobbeltjes. Ik dacht dat het schimmel was, want zoiets heb ik ooit al eens gehad. Dat is niet vies of zo, hè. Dat is gewoon een huidschimmel wat je kunt krijgen. Maar het is niet dat dat zo schimmel is met haren op of groen wordt. Gewoon brobbeltjes. Dus ik smeer er zelf op, maar het lijkt niet echt te werken. Gisteren had ik ineens hier en hier een heel dikke pukkel. Hier heb ik ben ik echt een allergische vlek aan het krijgen en zo. En ik ben ook vrij onzeker over mijn huid van mijn lichaam. Gewoon, ik ben heel droog momenteel. Mijn benen zijn heel droog. En ja, zo, dat is eigenlijk iets heel stom. Maar dat maakt me wel onzeker. Maar ik ben ook vaak onzeker over mijn lichaam. Over mijn navel. Over cellulitis. Over al die dingen die andere mensen ook hebben. Maar ja, natuurlijk, daar kun je wel aan werken. En dat doe ik ook. En langs de andere kant is het wel belangrijker wat er van binnenin zit dan de buitenkant, denk ik. Wat trekt je aan bij het mannelijke geslacht? Qua uiterlijk, ik denk tanden. Ik vind tanden wel best belangrijk. Allee, de lach. Ogen vind ik ook wel belangrijk. Handen. Dat is misschien raar, maar bij een man zie ik niet heel graag te verzorgde handen. Misschien ook heel raar, maar ik zie liever iemand die op zijn nagels bijt als man dan een man die zo van die mooie, in orde gemanicuurde nagels heeft. Dus ja, handen, mannelijke handen gewoon, die geleefd hebben. Armen vind ik ook wel. En daarom bedoel ik niet dat armen gespierd moeten zijn, maar gewoon mannelijke armen met wat haar erop. Dat vind ik ook aantrekkelijk. En ik denk dat het meeste wat me aantrekt in een man is humor. Humor vind ik heel belangrijk bij een man. En een man die best wel hard werkt of zijn best doet voor zijn job, vind ik ook heel aantrekkelijk. En die weet wat hij wil in het leven. Dus ja, zoiets ongeveer. Ik ga hier de laatste vraag ook doen. Wat wil je nog heel graag doen met Celine? Misschien ooit een kledingwinkeltje, maar ik weet niet meer of dat van deze tijd is. Want een webshop, ja, gaat natuurlijk in de toekomst nog wel beter zijn als een fysieke winkel. En het gaat nu goed, dus daar ben ik heel blij mee. Maar dan misschien toch op professioneel vlak. Dan op persoonlijk vlak zou ik heel graag eens naar de Malediven of naar Bora Bora willen gaan. Met in de toekomst hopelijk een man voor mij en een man. Allee, een man voor Celine. Ik bedoel Nick natuurlijk. De man van Celine en Noah. En wat ik ook nog wel tof zou vinden, is om ooit samen met Celine zwanger te zijn. Dat we allebei zwanger zijn. Dus ja, goals hè, friendship goals. Maar we zullen zien wat mogelijk is natuurlijk in de toekomst. Oké, er zijn nog echt zoveel vragen, maar het gaat gewoon veel te lang worden. Dus ik zal binnenkort wel nog eens een Q&A of zo doen, een updated Q&A. Hopelijk vonden jullie het leuk. Muffin vond het alvast zeer interessant en die heeft heel aandachtig geluisterd en is zeker niet in slaap gevallen. Van mijn gezaag. Hè? Hey. Oké. Maar dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer. Dag.